Koringberg, een dorpje een kant uit die pad, bescheiden. Die naam nou niet juist oorspronkelijk niet, maar toch beschrijvend en zonder vitriasis. Tussen die koring en tegen die berg. Daar lê rustig en vreedzaam. Afgesticht van Moreesburg, die buurdorp in 1923, toen die behoefte voor een eigen kerk en een eigen leraar ontstaan. Die vroegere naam voor Koringberg was Warren's Camp. Waar die dorpje vandaag geleerd is, was eerst een spoorweghalte. Volgens oorlevering was die hoofd daar een meneer Warren en vandaar die naam. Die oude plaats waarop die kamp aangelees was hoog gelegen, wat aan die Besterbroers behoort het. Koringbergse handelshuis, een winkelkie in die hoofdstraat, behoort al jaren aan oom Sami Smit en zijn nazaten. Vroeger het hulle smouskar gerei bij al die plaatsen in die ronde tot diep in die sandveld in. Maar hierdie interessante stukje cultuur van een winkelkie op wielen behoort nou tot die verleden. Hier het die tijd stilgestaan, op een mooie manier. Een supermarkt of een help jezelf zal hier half oneerlijk wees, onvanpas. Op haar lekker groot dorpserf, met vruchtenbomen, blommen en een groentetuin, alles mooi netjes achter elkaar, daar woont tannie Johanna Lou. Dis sy en haar man wat so'n smouskar gerei het. Sy is die soort wat een mens hart warm maak. Hoeveel jaar het tannie gesmous? 16 jaar. En voor een tijdperk tot 26 is het getrouwd. Ik heb mijn man ook ontmoet op die smoustochten. En toen was op die plaats gaan woon en na sy dood het ek weer een winkeltje gaan huur op mijn eie en toen het weer beginne smous. Geld was daar die daar baie skaars en dat was een ruiltransactie meer of min. Ons het ingeneem velle, hoenders, eiers, hening, botter en die bije was wat uitgebraai is, dat wordt geweegd. En dat wordt alles verrekend as bij de ruilzaak. En hoe zou zo'n smouskar gelijken? Een lorry met kisten opgebouwd, boven op die bak en onder die bak. En fuiken voor de hoenders en relings voor de vellen. Medicijnen hadden ze een zekere kussie voor gehad. En daar was een wit dulcis en de rest druppels bruin dulcis, jamica gemmer. Pillen, salve, alles wat jij kan denken aan medicijnen. Is daar ooit iets van die smouskar afgesteel? Ja. Ja. Waar je het gesteel, dan steek het in die zak. Dat zei je pond kaas of wat ook al. Waar je het klerasie gesteel. Ons had op zekere plekken gestaan. Je weet, dan is het duinachtig. En dan steel die man makkelijk. Als jij om die lorry gaat, om bij die kruideniers waren te wees, dan loopt die vrouw ons partijtje om naar de klerasiekant toe. Dat is heel makkelijk. Een lap materiaal, ze gooit het achter die duin. Als je weg is, misschien maar daar niet goed. En als je weer ziet, dan heb je het van die kinders materiaal rookjes aan. En wat van klerasie? Mans- en vrouwenkleren? Aan die ene kant van die lorische kas was rakken. En daarin het ons klerasie gepakt. Manskleren, van onderkleren, hemden, schoenen en daar vrouwenskleren, wat jij kan omdenken. Bruisiers, steppen, fensgarters, alles wat een vrouw mens gebruikt. Nog een gebouwkie uit die 20er jaren is die dorpse postkantoor. Op Koringberg ken allemaal mekaar. Hier is die wel en weer van die medemens nog belangrijk. Allemaal kom een of ander tyd dorp toe en so verneem je van mekaarse welstand en hoor je van mekaarse dingen. En in die kamer langsaan sit die telefoniste, of soos ons in die Swartland sê, die centrale. Sy is Joan Karstens van die plaas Bakoon, net so buiten die dorp. En as daar nou één mens is wat die belangen van Koringberg op die hart dra, dan is het nou Joan. Het is omtrent na 35 jaar wat ik in Swartland is, wat ons hier aangekomen. En
En toen ik matriek was, ik heb op Kuurenberg gematriculeerd, toen ik werk gezocht. En toen had ik mij een Springbok. Daar had ik in die bank gewerkt voor 4 maanden. En eindelijk was dat een mislukking, omdat ik niet kon aanpassen daar niet. En toen die postkantoor van mij gevraagd of ik niet wel op Kuurenberg kon werken. Toen heb ik 6 jaar toonbank gedaan. Dus ik getrouwd toen ik op Bakon kon blijven. Dat zou dinsdag 25 jaar zijn. Bakoend is amper net zo groot als Koringberg zelf. Dit is die woonplek van die Kaarstense. Oom Pieter Kloinkies is een van die interessante, kleurvolle Kaarstense. En hij weet waar Bakoend zijn naam vandaan komt. Toen was ook dingen, maar ik moet een naam krijgen, want die heeft maar niet een naam gehad. Nie. Dat was maar zo'n pondaghuis geweest, met zo'n laag muurtje onderin. En dan voorkant was opgebouwd, daar was een vuurmaakplek, daar was opgebouwd met een klippen. En dan schoot je aan en achter de buitenkant om met zo'n groot bak ontgestaan. Het bak ontgemaakt was nog groot een bak. Toen zei hij, zie je nou een bak ont? Daar was dan. Toen zei hij, oh Matthijs, nou dat is zo geen. Nee, ik zal zo vaar niet zijn aan een bak ont, zie je niet. Geen naam, zie ons, Middelburg. Klute. Blij niet aan. Jongens, ze wel? Yes, Danny? En waarover praat die mensen met jou, Joe? Ach, ze wel alles, lieve vader. Niemand kan ons luisteren om met mij te gezellen. Ze allemaal zo klachtjes moet ik aanhoor. Die een klaar hoor. Gee gauw die dokter. Want mijn been is vanmorgen zeer. Die ene vraag, gee af mijn verbreng, ik ga een beetje gaan gesels. Zo hoor ik allemaal zo, dus laat ons als centrale afluisteren. Maar jij hoort, automatisch weet jij van allemaal zijn stories en ken je allemaal zijn stories. Maar dan krijg je daar ene wat voor jou zegt, gee daar een acces. Kijk, dus daar is ja. Daar wat je stil toe maken, dan praat je lelijke woorden. Want toen kom kan hij nog niet mooi gevraagd, die nummer of wat ook al niet. Ai man! Ja, sommige dagen verwerken meestal dingen makkelijker. Dan is ik rijker ingesteld om mijn uiterste best te doen om mijn medemens tegemoet te komen. Die helpt op zoek naar een woord of naar een nummer. Maar bij tijd daar voel ik alsof al mijn snaren zo stijf is. Dan, en daar herinner allemaal mij. Wat elke ze zeiden irriteert mij. En dan leidt die tannie, dan zegt ze, mijn man helpt nou voor mij. Mijn sleutels zijn nou weggeraakt. En dan moet ik nu eerst die story luisteren, terwijl hoeveel ander nou al geluid heeft. Maar ik kan misschien nou zeggen, want ik heb niks met jouw sleutels te doen. Nie. Dan leid je ander dan niet weer of ik uw twee volkjes wil heen. Ai, nou heb ik die tijd die dag voor die twee volkjes, maar ik kan niet lelijk wees met haar. Ik moet haar nou vriendelijk antwoord en beleefd wees en sympathie hebben met die twee volkjes. Maar die ergste van alles is die kracht afgaan. Dan leid allemaal die centrale. Want dan wil hulle weet, is jouw kracht ook af. En als die centrale kracht af is, dan is hulle tevreden. Dan weet hulle maar dan. So dat gebeurde dat hier aand van mij geleid, toen is die kracht ook af. En ons het daai tijd een stormlantern gehad, hy wil jy nog die spirit zo in die bakkie gooi. En dan moet hy uitbrand en dan moet jy hem nog pomp. En ek het die vuurhoutjies nie. En allemaal lui en ek kan nie sien nie. Voel ek so op die bord. Tot ek by die oom wat die naaste aan die postkantoor as die gaaikie krijg. En toen leg ik om daar alsjeblieft gauw lucht te brengen. Nou, maar hulle kan ons nou denken. Hoe moet ik dan zien dat hulle kan zien? Klaar? Ja, ons tijd is eigenlijk een baie bedrijvige tijd bij ons. Want dan werkt die boom met die zon samen en niet met die horloge samen. Alle enige tijd van die dag luil voor jou. En dan krijg je daar gevallen waar die man lui. Dan tel je op en zei, wacht, ik eerst gauw die nummer zoek. Daar loop hij eerst zijn bril, daar zoek je nog je telefoonboek. En in die tijd wat hij bij jou komt, die alle nummer allemaal op je lijn. Maar net moest willig laten komen, eerst alles doen en alles opzoeken. Want het moet maar zo wezen, hij moet maar zijn nummers opzoeken. Of zo niet wel hij enige tijd die mechaniek op bekend brengen. En dan bedrijf je dat iemand die blonde kop. Vraag voor alle die man zijn telefoonnummer. Nou, wie weet wie dat is. Die tweede wil er in alles erbij, niet die omhoog. En, wonderen mens, luister die mensen nog af? Ja, en ik moet eindelijk zeggen, en nou, tegenwoordig het ons niet meer zo bij je mensen wat afluisteren. Dan breng je ja, ze het ook afgeluisterd. En toen leidt Dominique van mij en toen vraag je van mij. Maar ik heb geweten, ze luisteren af en toen zei ik. Maar dan breng je ze vanochtend door. Toen zei ze, nou lig jij. Ja,
6520. Sal jy die sentrale mis as dit nou geautomatiseer word? Geweldig baie. Ek voel of ek heeltemal dan van die buitenwereld sal afgesny wees. Want kyk, nou hoor ek alles. Dit kom deur net. Dit is alles nuus. Maar as ek nou hier moet sit en dis, ek kan eers afluister nie, is outomaties, hoe sal ek nou dan weet wat gaan aan by my medemens? Die bergrivier loop deur die Swartland. En heel party plase lê so al teen die rivier langs. In die somer na die oes af is, en as die suidoos so weemoedig oor die stoppelande waai, dan gaan die boere see toe. Vir die wat tuis bly, is die bergrivier 'n lafenis. Want in die Swartland kan dit behoorlik warm raak. Dorboom is 'n plaas so teen die rivier. Daar woon die Brands, elke man op sy eie stuk grond. Die plaas se naam, die kom van ver, soos oom Pieter Klontjies verduidelik. Dit is natuurlik van die doringbome wat daar in die rivier gegroei het. En toe die mense daar gaan plaas opleid, nou, die rivier loop laag aan, dat die plaas leidt misschien een hoogte uit boe. En toe het hulle die plek sy naam gegeen na daar die bandoringbome waar daar in die rivier gegroei het, gegroei dan doringboom. Maar die mense wat daar kom boeren, nou, andere is, die is van branden, nou, en die andere mensen waar af doen, nou zeggen, waar woont die man nou? Ja, nou zeggen, doringboom, maar die oude, twee ouders die praten zo slecht, dan zeggen, dorboom. Dat zei die doringboom, dat zeggen, dorboom. En toen wordt het later dan zomaar een algemene ding van, die mensen praten van dorboom, maar dit is doringboom. Doringboom of doringbos of dorboom, maak nie saak nie. Het is een mooie oude plaas. Klipstallen, waanhuise, en hierdie interessante vroeertijdse opstal, met sy hoë voorstoep, sitplekke aan weerskante, en een ou peperboom voor, vir die koelte. Een mens wonder hoe oud die huis is. Ek kan nie jou precies sê hoe oud die huis is, maar tot ek in die wereld kom, het was hy al hier jare. Toe was hy al in die selde, hy was nu nog meer in een meer bruikbare toestand. Omdat daar nog een tijd geweest is en die mensen het nog een tijd gehad om het te repareren, is de mensen een geblei ook, gewoon. Die muren is van louter klei gemaakt. Zonig stenen of zonige pleistering of zonig klippen. Hij is net opgeklei. Die hoeken voor die baas zijn het ingezet. Bos is uit die veld, het bakkerbos. Hij is een taaibos, moet taaibladen. En dat is die verbouwenis. Voor die baas van die muren, zoals die mensen dus daar in die hoeken of in die muren, staaldraad zet of zet staalhoeken of enige iets van daar geaard. Een klein pakkamerkie loop uit die kombuis. En sy dak is een soort zolder. Een stoorplek, makkelijk bereikbaar in die kombuis. Je maakt net een leer staan en je loopt al wat je nodig hebt. In die huis is zondag diens gehou. Maar soms is het vrolijk gegaan. Ik ga voor jou vertellen. Bijna hier geluisterd naar die dominees waar die robouwpilter wisten, dan komen ze aan zich. Dan komen die plaatsen mensen bij elkaar en dan natuurlijk wordt er dienst gauw. Mooi en oprecht. En ons als kinders komen allemaal voor die dienst luister. Maar het was mooi en lekker. Die dansen was nu net een laar afvertrekking. Maar daar het lekker gegaan. Je hoeft innerlijk zwaar op dansen, want die kinders dansen lekker. Jij moet daarom noemen, niet alle kinders een beetje vat. Want als partijmannen wat zo een beetje object ziet, hij nog te lang dansen met die kinders. Is daarom maar lekker als een man die zijn slag verloor. En zijn oog behou voor een mooie vrouw. Of zoals oom Hugo zei, voor die kinders. So het hy, sy broers en sy neefs, in die oude dae gereeld oorgeroei en gaan vry by die kinders aan die oorkant van die rivier. Die stories wat hulle kan vertel, die lê dik. Maar dit was daarom nie net agter die nooiens aan wat daar geroei en geswem is nie. Nee, dit was ook vir skool toe gaan en kerk toe
Voor die doop, die nachtmaal, die aanneming en zelfs voor een bruiloft. Oorkant, op Klipbank, woon oom Sol Bester en zijn vrouw Tant Sanny. Die kuierij so oor en weer met die bakkie is een oude. Dees daar lui hulle mekaar eers op, dit om zeker te maken dat oom Hugo nie verniet roei. Want pad langs moet jy ver rij om by oom Solly te kom, na een plaas wat jy amper met een klip kan raak gooi. Ik heb gelukkig mijn werk, dus kan ik een vier klaargemaakt. Ja, dan kom ik zo maar naast mogelijk. Dan kan je ons allemaal goed zo lang het doel achter. Wat wil die man als om niet? Maar laat ons nou eerst een beetje van die vrijstories hoor. Ja, ik heb hier aan. Wil ik die kant wezen, ook als die kant. Maar mijn broer, het eerste wat ik mee gestaan heb, dat stille man zijn wat werd. Een stille broer zijn watpaard. En dan kwam hier en toe wil die watpaard niet van moet mij uitzwemmen. Toen moet ik afsprongen. En moet die paard al uitzwemmen. Maar toen moet Sol van mij een broek en een hemdje, want dan kan niet meer. Meisje kan gaan kuieren met mijn nat broek en hemdje. Maar hij helpt mij, want moet, die kunt wel gaan kuieren. Die man waar nou weer gepraat, die roes op behoren naar mijn zuster gevrij. En nou woon ik aan de andere kant van die rivier, maar die rivier was bij het stadium. Goed op 2 kilometer breed. Je weet, nou zit maar in die nacht. We dachten niet meer werk, nou kom die man in die aand. Maar als die rivier zo vol is, dan kwam hij met geweldige afdruftels. Je weet wat hij nog bij elkaar pakt, bossen en schuim en takken, hout. Daar zit later zo'n hele bollen goed. En toen in die nacht, in die donker, toen rijdt hij nog met die schuit binnen in die bollen goed vast. En hij meen, hij is bij die wal. Je weet dat toen sprong hij af, hij klom nou af, hij moet bij die wal. Toen val hij dwars die had die klom goed, maar gelukkig hij die touw. Maar die schuit moet niet vastgemaakt worden, die heeft in zijn hand. Toen gaan drie onder op die bodem van die rivier. En toen kom hij nou weer uit, toen krijg je nou die schuit beet, je weet. En nou ja, toen moet hij nou maar weer een klom toe ontdekken, nou dat hij nou een klom op de rivier vastgerijd. Toen kwam hij nou bij mij. Toen zei hij van mij, ik zei jong, hoe lijk jij dat nou? Hij zei jong, nou was ik. Zo diep onder die water. Hij zei, toen ik begon zingen, heeft die zon nog zo'n, zoals Onno zei, zo'n kwartier gezet voor hij moet weggaan. Hij zei, toen ik opkom, boel, had ik weer boekom, dus het pak donker. Zo lang was ik onder die water, zei hij. Nou, toen moet ik gevolgen, nou wel hij moest gaan kuieren. Maar hij zei, water, nat en zijn kuiven die aan elkaar. Toen moet ik nog opdouwen, want ik had al geleerd. Toen moet ik voor een paar kleren gaan uithalen en laten aantrekken. Dus ik vijf kamp. Toen zei ik, jong, nou, kan je maar gaan vrij. Ja. En zo, nee, dat was durend uit. Het ons maar stap 3 mannen gaat hier door de rivier. We gaan allemaal elke naar kunnen doen, maar ons moet als die eerste man wat klaar moet zijn berg, moet hier komen wachten. Tot die andere ook komt. Maar die eerste man wat komt, die schuit natuurlijk naar Rooie Madeur. Want die weet al die achtermannen wat achter is. Hij kan ook zwemmen. Nou, rij die eerste man maar laat hij een beetje kooi komen. Die ander moet maar kaal uittrekken en laat waaien uit. En vertel voor ons van die trouwen. Ik heb die morgen van mij, ik heb die morgen van Darboom afgekomen. Toen is naar Hoopvild toe gegaan. En toen is bij Hoopvild toen getrouwd in die kerk. En daarvanaf toen ons met de motor gekomen tot hier bij die rivier. Maar toen is de rivier vol en toen moet ik met mijn bruidsgewaad over die bergrivier. Een oorkant de perenkaart van mij gestaan en een wacht. En daar heb ik op die perenkaart geklommen naar mijn maals huis toe gegaan. En daar was een ontvangst geweest. Nou ja, waar er wel is er weg. Lente in die Zwartland is een mooie tijd van het jaar. Naar die Baaise kant toe, daar bij Daling, staan platenblommen. Maar dieper in die Zwartland in, nader aan die hart, is daar ook verskeie soorten veldblom, so tussen die koren. En vooral op die koppies daar waar die trekker en die ploeg niet kan bijkomen. In een kloof, een klipgat of een braksloot. Peigel Dippenaar van die plaas Zwartberg nabij Korenberg is een kenner van die streekse voels en veldblom. Als een mens of iemand zegt, jij krijgt in onze omgeving zo'n geweldige groot verscheidenheid van planten, dan die meeste mensen gloeien niet. Maar als een mens kijkt naar waar ik hier sta,
aan my rechterkant is een van die typische heuweltjies van die omgeving. Jy kry dit die hele Wes-Kaapland. Nou, as een mens mooi oplet, dan is die plantbevolking van so'n heuweltjie is totaal anders as omtrent 2, 3, 4 meter verder waar jy die gewone klippertjies gewoon tussen die heuwels kry. Daar is theorie oor die heuweltjies. Ek sien die laatste ouwe het beweer dat die goed is gevormd deur termiete en sovoorts. Ek het al getel dat jy in so'n heuwel een verskil kry van tot 30 plante net na die grond, onmiddellik na die heuweltjie toe. Dit verklaar vir een mens hoe jy in een baie bitter klein stukje van, sê, ons praat 20 meter by 20 meter, makkelijk 100 species kan by mekaar maak. As jy Swartland wil definieer, dan denk ek moet jy behou by waar die renosterbos groei. As jy uit die gebied uit gaan, dan is dit nie meer Swartland nie. Ons het een geweldige hoeveelheid plante, wat een mens normaalweg, let jy dit nie op nie, maar as jy gaan soek tussen die bosjes, dan kry jy dit. Jy kan enig iets van 200 na 600 soorte te wachten wees op een plaas van, sê nou maar, gemiddelde plaas van 400, 500 hectare. Nou, hier waar ek in die veld sit, ek sit hier bij een interessante bosie. Ons noem hem die hondepisbos. Ek het vir die ou mense gevra, hoekom? Toe sê hulle, hy is net mooi hoog genoeg vir een hond om teen te piepie. Jy sal misschien vra, hoekom maak ek met hierdie pleintjie so te my kopies, bitter baie muggies. En dit is een stinkruit. En as een man jou so af en toe daarmee so effentjes strijk, dan behou dit die muggies weg. By my lê iets interessants wat een mens baie kry as jy na die plante kyk en jy stap hier rond, dan sal jy op die lande soos ons nou werk, kry ons van hierdie klip werktuie wat uit die tyd van die Khoisan, dit wil sê die Hottentot Boesman ouwens wat hier gewoon het in die tyd voordat die witmense hier ingekom het. Hier sit ek met die typische maalklip van hulle plat op die een kant waarop hulle goed fijn gemaal het, soos wat hulle nou hier veldkosse by mekaar gemaakt het. Een ander interessante iets wat jy optel is een klip, gewoonlik die klip. Ach, hy kan enige vorm hê, met een gat in die middel. Nou, baie mense het gewonder, wat het hulle gemaakt daarmee? Ek denk wat hulle gedoen het, was dit. Hulle het een stok gevat, skerp gemaakt in die een punt. Dan om gewicht te gee, om hulle veldkos mee uit te graven, het hulle dan om so gemaakt en dan het hy die nodige gewicht gehad om oordendelijk te kon graven, soos wat jy met een ysterapparaat zou doen, wat hulle natuurlijk nie gehad het. Van die veldkos is, van die baie bekende veldkos hier rond, is een hiervan, is een vinkel. Dit is een dingetjie wat een blaagje, soos een geel wortel omtrent, met een wit wortel onder aan die grond, wat baie lekker is om te eet, jy kan het net so rauw eet. Een ander een waarvan ons, of wat baie bekend is hier rond, is die sogenaamde hotnos of veldkool. Die word gepluk net voordat die blommetjies opgaan. So die punte, daar word het afgewater en gekook en daar breed die van gekook. Dan is hier verscheidenheid, vir alles jy begin een stap tussen die bosjeveld, een verscheidenheid van klein blommetjies, soos bijvoorbeeld hierdie, blauw salie wat ek hier so het, een geel bos soos ons om noem. Hierdie enetjie met die ou klein geel blommetjie is ook van die Senema Gousblom familie. Hulle vertel vir my dat in die oudtijd wanneer iemand baie siek was en as gevolg daarvan achteruit gegaan het, dan het hulle een tee hiervan getrek op die gewone manier en dan vir die persoon gegees om hulle een soort van een beter eetlust te gee. Hierdie is een typische dingetjie van ons omgeving. Ons sê daar voor uilbossies, ons as kinders het gebruik, dan het ons twee keer getrek, die een ouvat aan een kant, en dan het ons gekyk, die een wat natuurlijk afbreek, soos met een wensbeentje, hy verloor die ding. Hierdie is een gewone leerbos, of een geel kiel wat hier rondstaan, dan sien een mens by ons, baie soorte gousblomme, hier so is so iets soos, die ou gewone velkie, 6 tot 8 soorte, hier by ons staan hulle sommer, dit is die gewone witte gousblom, hierdie ou gewone wit gousblommetje, wat is in die lande gooi, en hierdie een is een soetgousblom, nou hy is een bykie van een pes in die lande, in Engels is hy ook, noem hulle om Cape Weed, maar hy kan nogal een goeie weiding wees by tye.
Wanneer een mens Botma's kloof van die Kaap en van Mamesbury se kant af oorsteek, dan lê twee mooi dorpies aan die voet van Kasteelberg. Eers Riebeek Kasteel en so eentjie verder Riebeek Wes. Dit was ook hierlangs wat Pieter Kruithof en sy geselskap op hul ontdekkingstocht na die binnenland gereis het. Lang gelede in 1661 in die tyd van Van Riebeek. Hulle teken aan dat hulle die berg van ver af gewaar het. Later het hulle dit uitgeklim en dit toegenoem Riebeeks Kasteel, ter ere van die gouverneur. Wild was volop. Luiperds, leeuws, renosters, zebras, hartebeeste, te veel om op te noem. Dis mooi wereld die, hier so in die skadu van die berg. Een van die oudste plaase in die omgeving is Klovenburg. En daar boer die oud springbok Piet de Tooi, of liever Piet Spiere, soos almal maar sê. Om sy plaaswerf is nog een van die ou ringmure, iets wat deesdae maar skaars is. Is in 1704 uitgegee deur Willem Adrian van der Stel aan ene Jan Botma. Hy was 'n boer van Stellenbosch gewees en hy het hierdie plaas eintlik net gebruik as 'n weidingsplaas. Die grootte van die grond wat aan hom toegeken was 60 morg enige roede en dit was eiendomsgrond gewees. Maar hy het ook die reg verkry om 'n groot deel van die omgewing te hier teen sekere klein klompie riksdalders en die kon hy dan ook as weiding gebruik. En in 1958 het ek hier op die plaas gekom as 'n jong student en as 'n koerroosseun en dit was maar 'n paar harde jare om hier te begin. Volgens oorlewing is die huis in 1804 voltooi. Hy was baie bevallig toe ons hier gekom het en ons moes toe restoreer aan hom. Jammer net, as 'n jong, oningeligte karoosseun, het ek nie al die kennis gehad nie, alhoewel ons later van 'n argitek gebruik gemaak het, het ons ook nie oor die nodige fondse beskik om dit wel te gedoen het, soos wat 'n mens graag sou wou nie. Maar as 'n mens na die bestaande sygevels kyk, kan jy baie duidelik sien dat die huis 'n strooidak moes gehad het, want die gevel is verhoog toe hulle die klein venstertjies bo ingesit het. Of hier 'n voorgevel was, dit kan ek nie sê nie. Maar ek glo dat hierdie H-tipe huise in die Swartland het ek nog nie een gesien met 'n gevel. In die eetkamer is hierdie mooi muurkas met interessante ivoor en ebbehout inlegwerk. En juist hieruit kan 'n mens aflei dat die huis voor die jaar 1800 gebou is. Die plaas is geleë aangrensend aan die dorpsgebied van Riebeek Kasteel, aan die voet van Kasteelberg. En toe ek hier op die plaas gekom het, was hier regtig 'n verskeidenheid van vrugte gewees. Hier was amandels, pruime, perskes, kojawels, 'n groot hoeveelheid appelkose. Maar daarvoor het ek nie kans gesien nie. Ek het geglo om in een rigting te spesialiseer. En dit was wyndruiwe en vandag is die hele plaas Klovenburg onder wyndruiwe aangeplant. Ons het later jare 'n aangrensende plaas bygekoop waar daar ook wyndruiwe op is en ook tafeldruiwe. So vandag word hier op die plaas wyn en tafeldruiwe verbou. Die kerk op Riebeek Kasteel is in 1915 deur Dr. Andrew Murray ingewy.
Vroeger was die mensen hier deel van die gemeente Swartland op Mamesbury. Diaken Leroux het die idee gekry dat de hulpkerk op Ribe Kasteel gebouwd moet worden. Toen moest hulle besluit waar die kerk moet komen. En net daar het die tweedrag ontstaan. So kry jy vandag die rare verskynsel dat daar twee NG-kerke skaars 2 kilometer van mekaar staan. En dat daar ook 2 dorpies aangelê is, op mekaar se drompels. Die ou pastorie. In Ribe Kasteel het jy die vreemde verskynsel dat jy die hotel reg langs die kerk kry. En dis nogal 'n mooi hotelletjie uit die 20er jare. Een paar mooi ou dorpshuise, so eie aan die Swartland. 'N voorhekkie, draadheining en 'n veranda. Luggate was toe nog met sorg ontwerp. Groot dorpserwe. En so hier en daar nog 'n huis met 'n skoorsteen, 'n bakoond en vir die kat 'n gaatjie in die solderdeur. Sonkwas drift in die bergrivier. Die boere het destyds van die Boesmans en Hottentotte as Sonkwase, wat rowers en moordenaars beteken, gepraat. So het die plaas Sonkwas drift, vroeger genoem Sonkwas deurdrift, aan sy naam gekom. Hier staan nog een baie mooi, goed bewaarde, H-vormige plaashuis. Vroeger het die opstal een ringmuur voorgehad. In 1709 het Abraham Provo hier weirechte gekry. Hy is ook toegelaat om 1 mut koring te saai. In 1801 was Jacob Redelinghuis die eienaar van die plaas en dis vermoedelijk hy wat die huis gebouw het. Voor is 6 skuifraamvensters en een mooi Victoriaanse voordeur met een vierkantige boelig. Die voorste gedeelte van die huis het wolwe en tsygevels, maar aan die achterkant is daar reguit spitsgevels. Die voorhuis word van die agterste vertrekke deur 'n houtskerm geskei. En so 'n eentjie van die opstal af staan die ou slawe-klok. 'N netjiese, goed versorgde plaaswerf. Nie ver van Sonkwasdrift af nie, lê hierdie mooi ou plaas, De La Fontaine, waar die Truters vandag boer. Die plaas De La Fontaine is geleë so 5 kilometer van Ribe Kasteel. Nou, Ribe Kasteel is, meeste mense weet nie waar die plekje is nie, is so 24 kilometer van Mamesbury. Nou, De La Fontaine was eerst een compagnievierpos en is in 1734 door Jan, gouverneur Jan De La Fontaine, as 'n geskenk aan Andries Rouvie, wat de opzichter was bij die vierpos gegee. Voor die diensten wat hij geleverd het, tochten naar die binnenland. Ik was op die oomblik die 3de geslag van die Treters wat die boer. Mijn opa die plaas in 1893 gekoop. En in 1953 het mijn pa dit oorgeneem en in 1973 ikzelf. Ons boer, of zakelijk, met koring en vee, zo bietjie wingerd. En die huis is rondom die 1700s gebouw. Later is ook van die plaas as De Gift, die geskenk, gepraat. Die Truters, Erik en Susan, kyk mooi na hulle erfgoed. Die eetkamer. Gisterse voorhuis. Een
Riebeek Wes, net zo onder Kasteelberg. In hierdie mooie omgeving is twee van Suid-Afrika's eerste ministers geboren. En op die dorpie het hulle opgegroei. Jan Christiaan Smuts, op die plaas Ongegund, en Dr. Daniel François Malang, op Alles Verloren. Albei plase teen aan die dorp. So tussen nuwe moderne huise staan nog een paar ou plekke uit de vroegere era. Eindelijk deftig en statig, soms zelfs zwierig, met besondere stijl en grasie. In 1905 is die kerksaal gebouw, gerieflik naby die kerk. In 1854 is die hoeksteen gelê van een hulpkerk op Riebeek Kasteel, die dorpie langsaan. Een dag daarna het een klompie mense wat ontevrede was met die ligging van die kerk op Alles Verloren vergader, aan die huis van ouderling Loupscher. Hulle besluit toe om hulle eie kerk te bou en hulle eie dorpie aan te lê. En so is die gemeente Riebeek Wes in 1858 gestig. En Dominee de Vries was die eerste predikant. Die mooie ou pastorie is vandag nog die woonplek van die dominee. Alles Verloren, plaas van Fanny Malang, een van ons landse bekendste wijnmakers. Die opstal is bijzonder mooi geleë. Van die voorstoep af kun je ver zien, ver oor die Swartland, van plaas, tot aan die Winterhoekberge. Het is rustig hier. Een lekker koelte stoep en die tuin is mooi. En nog mooier is hier die eetkamerdeur, gemaakt speciaal voor die mensen van Alles Verloren, voor die wijnmakers. Binnen, aan weerskante van die deur, is twee muurkasten en ook een paar andere meubelstukken wat al geslachten samen die Malangs leef. Maar Fanny Malang kan natuurlijk die heel beste van zijn boerderij vertellen. Die plaats is gelegen in die Swartland, ten zuidenkant van Riebeek, die nie hangen van Kasteelberg. Alles Verloren is uitgegee in 1704 door Willem Adriaan van der Stel aan de weduwe Kloete. Hij is uitgegee als Alles Verloren. Hij heeft zijn naam gekregen terwijl hij een viepoos was van Willem Adriaan van der Stel. En, die naam het ontstaan als gevolg van die toezichthouder op die stadium wat nachtmaal gaan bijwoon het op Stellenbosch. Daar die tyd het hulle het gedoen met ossewaans, het het maar lang gevat. Toe hulle terugkom na die nachtmaal was die plek afgebrand en al die vier weggevoer en van toe af is sy naam Alles Verloren. Hy het dat uitgegee aan Wiedewie Kloete. Daar is sekere stories daarmee verbonden, daaraan verbonden. Dat zullen ze nog maar achterweer laat. 1872 het my opa Gooikie uit Wellingtonse wereld hierna toe gekom. Plaas gekoop en hier kom boer. Wijn is voor die tijd gemaakt, voor die eerste Malang hier gekom het. Die Malang het maar net die traditie kom verder voortzet. Dis parstijd op Alles Verloren. Die bezigste tijd van die jaar. Dus de tijd voor raakvat en voorvat en niet voor sportsmaak en speel nie. Dat wat Jozo lekker maakt, die drijven wat ons maakt, dat wat Jozo lekker maakt. Pas het in die boeland, vind het in die kap. Dat pas het in die boeland is ook de stok. Dat pas het in die boeland en pas het in die kap. Die drijven wat Jezus neemt, dat wat Jozo lekker maakt.
Nou ja, dis vir ons net so lekker om na Gert Asia te kyk en ons by voorbaat te verheug oor die vreugdes van die voggies. Wingerd groei hier op Riebeek Wes onder droë landstoestande en 'n wynmaker moet daarby aanpas. Fanny Malang is bekend vir sy port en sy rooi tafelwyn. Hy het met die jare wingerde uitgebrei, nuwes aangeplant en ook met nuwe kultivars geëksperimenteer. Hy het ook op tegnologiese gebied veranderinge aangebring by sy wynkelder. Van die wingerd word die druiwe aangery na die kelder en daar begin die wynmaakproses. Maar, sê Fanny Malang, alles verloren is eintlik bekend vir sy port. Ek verkies om met die vlaggenskap van alles verloren te noem. Ons het byport vir die KW4 gemaak in my paarse tyd. Die eerste probeerslag was met de Tinta Barocca, wat redelijk succesvol was. Ons het oorsiese toekenning ook gekry daarvoor in 1975. Dan het ons die Cabernet Sauvignon, wat redelijk succesvol hier verbouw kan word, al is het een bietjie ver van die SIA volgens wat siekere kenners meen. En dan Swartland Rood, wat basis bestaan uit Shiraz gemengd met een bietjie Sauzon. Die port het by uitstek die meeste toekennings gereeld gekry en dan die Tinta Barocca en die Cabernet Sauvignon. In 1870 het die eerste Malang hoofsakelijk met koring geboer. Daar was daarom so 'n klein lappie wingerd waarmee hy sommer boerwyn vir die boere in die omtrek gemaak. Sy nasate het wingerd aangeplant en 'n rooi portwyn begin maak. Die eerste erkenning het in 1950 na alles verloren se kant toe gekom, toe toekennings vir portwyn by die Kaapse Wynskou verower is. En daarna het baie ander gevolg. Alles verlorense wyn en portwyn word bemark deur die Bergkelder onder die landgoed se eie etiket. Wynmaak is 'n lewenswyse. Vir my is dit ek het daarmee groot geword. Al wat ek weet is baie slaag 'n bietjie moeilik want al die goeie wynmakers se hare val voor die tyd uit. Nog 'n mooi plaas so onder die berg is Groenrivier, waar die Brinks woon. U is nou op een van die oudste plase aan hierdie kant van die berg. Die plaas is al reeds uitgegee in 1693 deur die Hollandse Oos-Indiese Kompanjie en 'n sekere Abrahams Bastiaans. En sedertdien het hy verwissel van baie eienaars, maar sedert 1880 is hy in die familie van die Brinks. En ek is nou op die oomblik die vierde geslag. My seun is die ene wat nou vir my gaan opvolg. Hy is die vyfde geslag van Brinks. En ons hoofinkomste op hierdie plaas is eintlik tabak en wingerd. En sedert 1918 word hier tabak verbou. En dit is nou al 68 jaar wat onafgebroken met tabak geboer word op hierdie plaas. Sorens is een kopster. Dat is een hand wat ik heet. Die hand maakt mij wakker. Als ik hand krijg, sta ik op en ik loop plaats toe. En ik klim op die lorry. En dus, zo vijf is ik kan. Hij tijd is die twaalf nog mooi stijf. Van, kan niet naar twaalf is ik kan toe. Zo, bij je twaalf plukje, dat is die twaalf. Die twaalf zijn blaren, is de hij tijd dan pap. Dan, als ik op die land kom, dan vat ik mijn kussie. En ik ga bij die boom en ik pluk mijn blaren. Als mijn kussie vol is, dan vat ik mijn next kussie wat leer is. En dan loop ik weer aan mijn rijen. Dan kom ik bij die punt wat ik moet vat en dan pluk ik weer mijn boom. Zo ga ik voeren toe. Zo pluk ik een zekere tal kussies. En daar een zekere tal kussies op die lorry. Ons pluk omtrent zo 600 kussies op een halfdaagse tijd. Als een mens die twakkerij ken nie. Dat is Johanna ook baie onnooslik. En dit is een luchte werkje van een kind van 12 jaar of 13 jaar, dit kan dit ook doen.
Hier was een ander man. Ik heb hem ook gewijs hoe men die twaak klinkt. Dat maar omtrent zo'n uur gevat voor mij om voor die man te leren. En ik heb hem gewijs hoe men die plukt. Hij moet niet om die boom draaien en zwaaien. Hij moet stilstaan en laat zijn handen proberen om die boom. Zo je dat gegaan. In 1918, als student van Elsenburg, het al begonnen met tabakplankjes op Elsenburg. En toen werd mijn vader in vakantie huis toegekomen en hij had een klompje tabakplankjes in een schoendoos gebracht. Eindelijk maar gesteel zeker daar. En toen hij hier kon plant en met zijn ondervinding en die kennis wat hij daar opgedoen had als student, heeft hij die plankjes uitgeplant, bewerkt, gekeken hoe de oesmethode is. En toen heeft hij zijn tabak ook geoest. Terug en ingeneem naar die coöperatie toe. Hij was verwonderd waar die tabak vandaan komt. Hij heeft wel die hele story verteld. En had gezien die area wat ons in is, is baie geschikt voor jullie wat ons noemt die Turkse tabak. En zo heeft hij begonnen met die tabakboerderij in 1918. Zo, ik kan hem eindelijk voor hem noemen, hij is de vader van die tabakbedrijf in die Zwartland. Op die plaats is een oud gebouw, die eerste koringmeel in die Zwartland. Die boeren zijn destijds van die, met hulle eselwaans gekomen en dan hulle koringjes daar opgeleid. Boer in die dennenbos het hulle uitgekamp, met die waan naar die omeelkie toe gegaan. Dat was eerst een waterwielmeel, toe een turbine, later met de stoomengine. Daar hadden hulle meel gemaal. Ons was toen nog wijnboeren, wat zelf ons wijn gepast het met die kelder hier. En dan het hulle sommer hulle wijn kom haal voor hulle arbeiders ook. En die boer zelf het sy vaaikie saamgebring vir sy soetwijntjies ook. Dan het hulle saans uitgekamp in die dennenbos, soos het aan my vertel door my opa. Daar is partijtjes maar gauw, vleis berei, gezellig verkeer tot die meel nou, gemaal is. En die volgende dag of die dag daarna het weer vertrek huis toe. Die voorgeslag, dat was nog niet my opa nie. Dat was die eienaar voor dat mijn opa die plaats gekoopt had, een zekere meneer Grobbelaar. Toen heeft hij 150 morgen grond het hy afgestaan en zijn bierman aan de andere kant, een zekere meneer Loupsjer, die huidige eienaar op die plaats, is nu met lang alles verloren. Hij heeft elke 150 morgen grond gegeven. En daar op die 150 morgen is die erwe uitgemeerd en zo heeft die dorp Riebeekwees ontstaan. Dit was in 1856.